mijn achtergrond is dat ik aan de TU Delft heb gestudeerd, industrieel ontwerpen. Daarvoor de middelbare school, waar overigens ook de Vrije Academie heb gedaan. En ik wilde beeldhouwer worden of veearts, dat was mijn keuze destijds. De keuze is altijd moeilijk, maar dan is het industrieel ontwerper geworden. In 80 begonnen en in 86 afgestudeerd. Ik heb daarnaast ook bedrijfskunde gestudeerd in Rotterdam. Wat hem dan toch een beetje de signatuur van hoe ik tegen het vak aankijk al een beetje had kunnen aangeven, zeg maar. Samen met mijn compagnon Ronald Lewissa en daar zit ook Harm Boomsma, hadden wij al tijdens de studie al plannen voor initial webber. Formeel bestaat Flex toen team voor design en development al vanaf 83. Toen waren we studenten met een bedrijfsopdracht die we toen voor Artje voor hebben uitgevoerd. Moesten we formeel een VOF zijn. Dus formeel bestond eigenlijk toen al, 83, maar als een studenten, zeg maar, activiteit. Tegen elkaar gezegd, tegen ons drieën, we gaan allebei eerst het bedrijfsleven in voordat we misschien ooit een bureau begonnen. Dat was wel een beetje de droom. Dat hebben we ook gedaan. Het is ook een bewuste keuze dat wij eerst het bedrijfsleven in wilden. Omdat we toch wilden weten van hoe het bedrijfsleven aankijkt tegen datgene wat wij in de TU Delft hadden geleerd. Ik denk een hele goede keuze geweest voor ons alle drie. Omdat je toch een kleuring geeft van welke plek industrieel ontwerpen heeft in het bedrijfsleven in een groter geheel. In plaats van dat je direct van de opleiding een consultancy of adviesbureau begint, waar je toch niet een referentie hebt van wat de bedrijfsleven van je verlangt. 3 jaar gedaan, tussen 86 en 89 ben ik bij Vicon Lambert op werktuigen in dienst geweest. En toen werd het ook te gek met al het werk dat we ook in de avond en de avonduren deden voor het bureau dat nog steeds bestond, virtueel of pet projecten. Dat we 90 tegen elkaar gezegd dat nu moet echt beginnen. Hebben we ook gedaan. En ik denk dat de kracht ook lag dat we dat met z'n drie hebben gedaan, met verschillende achtergronden, verschillende karakters. Inmiddels een bureau met 30 man groot. Ik durf te stellen, een van de marktleidende industrieontwerpers ook zijn in Nederland. Hangt er af welk perspectief je dat ziet. Maar ik denk dat wel een van de namen zijn op dit moment. Met 30 mensen hier en nog een klein kantoor in Praag, waar we de Oost-Europese markt mee hebben overgebroken. 2 jaar geleden met 3 mensen. We zijn wat pionieren in India op dit moment. Op dit moment werken we voor bedrijven in Colombia, in Amerika, Frankrijk, Duitsland, Spanje. Dus vrij internationaal. Internationaal de focus voor de toekomst. Ja, dan bij die bedrijven geleerd wat je niet bij IO hebt geleerd en wat je wel kon gebruiken bij Flex? Nou, vooral, ik denk dat het heel belangrijk is dat wij hebben begrepen, bij alle drie, dat je je vak toch anders moet uitleggen dan het vaak op de TU Delft werd gedoseerd. Nu is het misschien wel anders, maar het was ook heel wat ook treffend. Toenmalige mentor ook zei, Wim Groeneboom, we zijn spullenmakers. Hè, wij maken spullen. Maar dat die spullen, zeg maar, een hoger doel dienen. Dat daar een bedrijf winst uit moet maken. Dat bedrijfscontinuïteit, werkgelegenheid voor het moet vloeien. Met name nadruk op moed. Dat heeft wel heel duidelijk een kleur gegeven aan hoe wij het werk zijn gaan uitleggen naar onszelf, naar die toenmalige collega's toe. Dat je met design geld kon verdienen. Dat met design klanten meer tevreden zouden zijn. Dat klinkt nu als een open deur. En misschien is het dat nu misschien ook niet, of wel, was het misschien toen ook wel of niet, doet het niet toe, maar het werd niet echt gepredikt. Zeker op de TU Delft niet. De markt. Commerciële kant, echt pure commerciële kant van het industrieel ontwerpen. En dat hebben wij wel geleerd uit te leggen aan engineers. Hè, dat ze denken, ja, jouw product wordt straks beter gewaardeerd, wordt beter gebruikt, beter qua assemblage. Als je dat even zo doet, hè, dat je dan daar toch je kostenstructuur wat geld verdient. Ik wil niet zeggen dat werkbouwers dat niet in een DNA bezitten, maar ik denk dat ontwerpers dat met een generalistische aanpak dat wel meer zeg maar, in de systemen bezitten. En daar heb je dus respect en begrip ontwikkeld van het vakgebied in een brede kamer. En onze propositie van industrieel ontwerp van Flex, trouwens van industrieel ontwerp, was Solution that Sell. Dat was in begin jaren 90 ons credo. En toen de tijd was het ook wel, een beetje krachtig te zeggen, vloeken in de kerk. Dat was ook heel erg museaal georiënteerd begin jaren 90. Toch hier en daar toch een beetje met argwaan bekeken. Zo van, die jongens zijn zo commercieel. Daar kan nooit veel goeds uitkomen. Goed in de zin van goede designkwaliteit. Nou, normaal vanuit onze achtergrond uit het bedrijf vonden we een hele rare
correlatie die wij niet zagen. Van ja, goed kan ook betekent heel commercieel. Waarom sluit het elkaar uit? Nou, en nu zijn we toch ook met de designprijs aan het kroonbureau. Dus het is bewezen dat die dingen elkaar niet uitsluiten. En gelukkig zijn er ook veel meer bureaus die dat nu prediken. Want hoe meer dat zegt, hoe beter dingen voor het vakgebied is. Ja. Ons Ecoschool heet die. Een heel eminente meneer. En die doseerde bedrijfskunde. En die heeft me ooit een keer gezegd. En zei, ja, dat is misschien een algemeen uitspraak. Maar dan toch, eerder toekomt is een belangrijk goed in het ontwerpland. Het is toch wel heel erg ego gericht. Heel veel producten nog tot vandaag verbaasd over wordt worden geclaimd door meerdere ontwerpers gelijktijdig. En ik probeer daar wel binnen het bureau, binnen mezelf, daar anders in te gedragen. Want meteen is het vaak teamwork. Het is niet zeggen van, jij hebt dit gedaan, je hebt dat gedaan. En dus daar hebben ontwerpers vaak een hele, hele straffe dingen zeggen over auteursrecht richting opdrachtgevers. Vind ik soms dat auteursrecht tussen opdrachtgevers niet altijd heel netjes wordt gehanteerd. En dat heeft hij ooit gezegd, eerder weer de toekomst in dit vakgebied. Laat gewoon merken wie wel en welke bijdrage heeft geleverd. Dat levert uiteindelijk voor lange termijn veel meer op. Nou, inmiddels natuurlijk gewoon al die collega's waarmee je mag samenwerken. En in de gelukkige omstandigheid dat heel veel mensen hier gelukkig lang blijven zitten. Nou, we hebben zoals 8-12,5 jaar de jubileum met medewerkers gevierd. Het bureau 20 jaar bestaat, dat is best wel veel. En dus zo mensen die fijn om hier te werken. En dat is het fijne, doordat je naar elkaar toe zeg maar, het plezierig maakt. Roland en ik zijn dan toch de werkgever. Dat faciliteren wij in feite. Maar ook dat we hebben heel lang lopende relatie met klanten. Je hebt ook klanten die we al 20 jaar als klant hebben. En die heb je dus vertienvoudig gezien vanaf de dag dat je dus bent begonnen met die klant. Dus ik ga straks naar een bedrijf toe, die hebben nu al 20 jaar. Die fabriek die ademt ook flex. Alle wat die daar staan hebben wij ooit ontworpen. En dat bedrijf is dus vertienvoudigd. Het is nu wereldmarktleider aan het worden, dus dat is dus fantastisch. En dat kan je dus doen met datgene wat jij daaraan bijdraagt. Dat is niet dat wij dit alles doen. Het is een briljante directie uiteindelijk, want zij doen het in feite. Maar je levert ze wel materiaal, handreikingen en content, inhoud waar ze dat mee kunnen doen. En dat vind ik wel fantastisch. Ja, want we hebben natuurlijk wel een heel breed begrip. Ik denk dat je sowieso al de skills moet hebben om behoorlijk allround te zijn. Ik denk ook dat je een heel sociaal bewogen persoon moet zijn. Dat je dus echt begaan moet zijn met datgene wat je met je werk aan het doen bent. Als althans, wat ik dan noem, een vraagstukontwerper die wij zijn. Er komt een vraag bij de markt en wij vullen die vraag in. Als je auteursontwerper bent, dan ben je natuurlijk meer met je eigen ontwerp bezig. Met je eigen stoel, met je eigen kast. De Richard Hutz van deze wereld, hartstikke belangrijk en goede dingen doen, of Ineke Hans. Maar ze zijn iets meer op zichzelf gefocust. Als industrieel ontwerper, zeg maar, als vraaggestuurd industrieel ontwerper, moet je echt die vraag ook willen begrijpen. Die vraag van het bedrijf, die vraag van de eindgebruiker. En echt in zijn huid willen kruipen. En je kan het wel zeggen dat je dat doet, maar je moet het echt ook willen. En tot dat vandaan werken, let er ook heel nadrukkelijk op, dat echt in de tenen van de ontwerper zit, dat hij echt die oude gebruiker, jonge gebruiker maximaal wil bedienen. En dat kan niet anders dan je sociaal bewogen zijn. Je kan het niet vanuit een ivoren toren kan je ontwerpen. Dat kan gewoon niet. De signatuurontwerpers, de Ross Lovegrove, die doen het denk ik toch iets anders. Die hebben toch hun eigen ding. Dat kan ook. Of Marcel Wander kan ook, omdat ze om die naam gevraagd worden. Die naam, de persoonlijke naam die ze zijn. En die worden ook gevraagd om marketing en verkoopoverwegingen, dat ze die naam willen gebruiken. Maar dat zit niet bij Flex. Flex moet gewoon ongelooflijk goed toepasbaar industrieel ontwerp leveren. En dan moet je heel sociaal bewogen zijn. Dus je moet echt dicht bij de mensen willen staan. En dat gevoel, zeg maar, dat heel nadrukkelijk gevoel bij mensen, dat mis ik soms wel eens. Daar let ik ook heel nadrukkelijk op dat mensen dat moeten ontwikkelen als het er niet is.